wou trouwens al hele tijd vlog van via tv kijken. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. En mijn camera is vol met video's. Maar die moet allemaal verwijderd worden. Maar dat moet nog gebeuren. Ik vergeet. Maar ik ga zo even lekker editen. Eerst even mijn haren doen. Dat moet ook even gebeuren. Soms zit het echt. Zit ik hier naar de badkamer en dat heb ik zo vaak. En dan is de raam helemaal beslagen. En dat is zo irritant. Maar ja, kan ik zo doen. De raam kan ik zo doen. Maar dat komt omdat ik net gedoucht heb. En nu maar lekker klaarmaken. Om lekker een bakje koffie te drinken. Want het is ook even lekker om een bakje pleur te drinken. Dus haal ik even een kopje erbij. En dadelijk lekker editen. Laten we dat doen. Lepeltje erbij pakken. Dan ga ik gelijk die rolgordijnen hier open doen. En dan ga ik gelijk de rolgordijnen hier open doen. Zo, en dan een bakje pleur zetten. Als het goed is 22 graden. In het weekend wordt het ongelooflijk lekker weer, heb ik gezien. Dus ga ik sowieso even lekker buiten genieten. Dus, oh, kijk eens nu naar het weekend. Maar het jammerste is, volgende weekend wordt het weer minder. Niet deze weekend, maar weer je weekend daarna wordt het veel en veel minder. Wordt het 16 en 15 graden, geloof ik. Oh, er zit een chauffeur hier beneden. En ik heb het elke keer. Denk ik van, zie ik iemand meelopen die ik qua gezicht ken. En denk ik van, is dat nou van mijn oude school? Hij komt bekend voor, is dat nou van mijn oude school? En wil ik hem eigenlijk vragen? En waar denk ik van, nee, laat maar zitten. Dus ik denk, ja, ik ben bang dat dadelijk diegene, dat die niet van mijn school is. Maar ik heb vermoeden dat diegene die hier beneden werkt, die hier beneden zit, werkt bij hier in de buurt in deze rij van deze in de flat van mij. Werkt iemand hier zo voor. Nou, zo zeggen, ik heb vermoeden dat de oude klasgenootje van me is. Maar ik weet het gewoon niet zeker. Dus of ik erachter kan komen is de tweede vraag. En bakje pleur is gezet. En voordat ik het ga editen, ga ik eerst lekker muziekje luisteren op de radio. Ja, eigenlijk op radio, ja. Zo kan je het wel zeggen. Op 538. Ik vind dat zo'n leuke zender. En ga ik lekker naar luisteren en dan lekker edit erbij. Ik ga hem maar klaarmaken om eten te maken, want het moet ook weer gebeuren. Maar, noem een paar dingen hiervan af. Dat is deze bakje. Nou, dat is al één. Het plankje kan wel blijven staan. En dan ga ik nu even, in ieder geval even eten maken. Spaghetti ga ik maken. Dus laten we dat even doen. En dan lekker voorbereiden van eten. Zo, deze even zo. Dat mag niet in het vuur eten worden natuurlijk. En dan ga ik het klaarmaken om lekker van huis te gebruiken en lekker eten te koken. Daar heb ik nu al trek in. Ik heb maar besloten om dat toch maar niet te eten. Wauw, dat is ook heel snel gekozen. Ik ga even kijken wat ik ga eten, maar ik heb wel trek ergens in, maar wat weet ik niet. Of ik ga nu even snel naar de winkel en even eten halen. Ik denk dat ik dat toch even ga doen. En ik weet al wat. Maar ja, dat komt zo meteen wel. Maar dan ga ik nu even. Maar even kijken wat ik ga eten. Ga ik even snel heen en weer naar de supermarkt. Laten we dat maar even doen. En dan ben ik in een paar seconden weer thuis. Wat is er kapot? Een kapot warm buiten. Echt. Ik heb zitten. Ja, ik krijg gewoon echt benauwd. Maar wat ik heb gehaald is. Chippies. En deze. En die vond ik ongelooflijk zo lekker. Dus die ga ik weer eten. En dat ga ik sowieso doen. Ik heb croissant gehaald. Dat is ook lekker. Dus daar ga ik er lekker van genieten. En te eten wat in de koelkast moet. Dat ga ik ook even erin leggen. Zo. En dan klaar is Kees. Deze kan er ook bij. Oh. Hoppakee. En ik moet even binnenkort ook even melk en ijs halen. Voor smoothie. Dus dat ga ik ook binnenkort doen. En nu maar lekker even. Denk. Ik ga capricorn nemen. Ik heb er even trek in. Pak gelijk twee. Ja, twee.
kan ik even lekker van drinken. Dus laat ik dat even lekker doen. Ik wou trouwens al hele tijd vlog van via tv kijken, maar dat doet het niet. Dus daar baal ik een beetje van. Al een paar keer zeg ik van, weet je, Sander, we gaan het er gewoon niet meer doen. Gaat hij gewoon een automatisch, gaat hij gewoon zwart beeld. Ik weet niet wat het is. Maar ja, heb iemand idee? Laat even weten in de reactie. Misschien kan het ergens daar en daar aan liggen. Dus ik zou het echt niet weten wat het aan de hand is. En we gaan nu even lekker van deze eten genieten. En nogmaals, laat het maar weten in de reactie wat jullie van denken. Ik ga even deze stukjes snijden. En dan ga ik hier lekker van eten. En dan dadelijk film kijken met Glenda. Ga ik alleen niet vloggen, maar als ik klaar mee ben, ik ga in ieder geval hiervan eten. Die was vond ik ongelooflijk lekker. En ja, ik heb voor zekerheid ook maar even gehakt. Net uit bij de supermarkt vandaan. Maar ik snap gewoon echt niet wat met de vijand is. Ik ga dus mijn nummer lekker van deze eten genieten. Laten we dat even lekker doen. Ik heb film gekeken, maar ik hoor nu een nummer die ik ongelooflijk superleuk vind. Ik weet niet of jullie dit kunnen horen. Oh, dit is zo'n lekker nummer om te horen. En ik zit nu lekker relaxed achter de computer. Ben ik nog opeens dingen aan het doen. Vlog bekijken, laten we zo op zeggen. En ik ga nu nog maar gordijnen ook dicht doen. Want ook klaarmaken. Maar elke keer heb ik het. Is het weekend. Denk ik. Uitslapen! Ik geniet er gewoon van. Dat is het lekkerste wat er is. Gewoon uitslapen. Dat is denk ik jullie ook je favoriet. Laat even weten in de reactie. Wat zijn jullie? Ochtends of avonds mens? Laat even weten in de reactie of je ochtends of avonds mens. Ik ben eerlijk gezegd, avondmens. Ik ben echt een nachtbraker om zo te zeggen. Ik kan gewoon. Ik ben er meer moeite met opstaan in de ochtend. Ik kan daar zo slecht tegen. Niks voor mij. Letterlijk echt niks voor mij. En als ik dit nummer bijvoorbeeld luister, heb ik één ding dat ik echt super, super veel zin in heb. En dat is een groot, dikke, harde feest. Uitgaan, losgaan. Dat mis ik gewoon nu. Kan ik daar niet op wachten om dat weer te doen? Lekker hard feesten gewoon. Ik heb er nu zo ongeveer. Hoe langer het duurt, hoe meer ik er zin in heb. Dat heb ik nu wel. Cool is het een cycle. Mama. Is het een cycle. Dat is ook een lekkere nummer. Dat is voor mij van Lady Gaga, toch? Of niet? Ik weet het niet, maar het maakt niet uit. In ieder geval een lekkere nummer. Dan ga ik nu weer lekker op de computer zitten. Maar het leukste feestjes. En als ik denk aan een avond ook. Heb ik ook wel eens dat ik denk van nachtje door. Want heel vroeger was ik 15, 17 of zo. Ging ik altijd een paar met mijn vriendengroep. Ging ik als chillen. Noem je dat? Toen werd die tijd nog gezegd chillen. En toen ging ik altijd chillen. Laat het zo zeggen. Ik zet even wat muziek zachter. Ging ik altijd chillen. En zat ik altijd een nachtje door te gaan. Nog, dus voor mensen die het niet weten, wat is nachtje door? Misschien voor sommige mensen die het niet weten. Nachtje door is dan hele nacht wakker blijven. En wat was het dan voor mij nachtje door? Nu, voor iedereen is het anders nachtje door. Maar wat ik toen vroeger deed was nachtje door. Buiten chillen, buiten rondlopen. En misschien denken jullie, maar voor de vraag, voor de zekerheid ga ik hier ook al antwoord op geven. Maar vond je de ouders wel goed? Dan weet je dat al stiekem. Of ik denk dat ook jullie herkenbaar is. Vraag je bijvoorbeeld aan je moeder, zegt hij volgens nee. Vraag je aan je vader, is het antwoord altijd ja. Weet je, dat heb ik ook eens gehad. Toen waren mijn ouders nog bij elkaar. Mijn moeder was altijd nee. En mijn vader altijd ja. Dus betekent het meestal, denk dat je wel raden, naar mijn vader toe lopen. En ik zei altijd vaak, pap, mag ik er nog geen door? En dan was dat het, ja. En dan gingen we buiten chillen, ging met mijn broertje ook mee. En dan gingen we chillen. Gingen rondlopen buiten. En kletsen.
roken toen, die tijd. Ik rookte toen al. En ja, en verder ja, niet veel eigenlijk. Balletje trappen heb ik ook wel eens gedaan. En als we op een moment moe waren, gingen we buiten slapen. Want ja, wat we ook wel zeiden, als het niet mocht, zeiden we altijd, we gaan bij die slapen. En die zei dan, we gaan die bij die slapen. Dat gebeurde er ook al eens, dat ken ik ook nog herinneren. Dus, dat is echt de oude tijd. Ik vind dat wel leuk, dat denk ik aan een tijd van vroeger. Altijd het leukste, ik zat met Rick en Glenda te bellen, had ik ook een tijd van vroeger. Ik weet niet of jullie ook dan wel weten nog, de vlog van dat ik uit ben toen ik 21 werd. Nou, ik zeg gewoon eerlijk, heb ik een feestje op toen ik 21 was. Voor mensen die niet weten, ze komt hier in de intro terecht, of wil je dit kijken. De titel van de vlog heet ook, shotje gaat fout. Waarom gaat die shotje dan fout? Kun je hem even checken. Zou anders ook hier beneden in de beschrijving. Zou ook allemaal vlogstukjes. En dan schooi ik hier beneden in de beschrijving. Als het lukt. Als ik niet vergeet. Ik vergeet het wel eens te doen. Maar dat ging. Dat ging ook wel eens mis. En waar was ik dan? En ik ging altijd daarheen. Maar ik had het over nog niet door natuurlijk. En we hadden het toen over. Met de kleine had ik het over. En dat was, het ging, dat hadden we het over vroege tijd. En ik ben ook echt heel lang nog hier doorgegaan. Ging wat er naar die en die. Oh, wat vergeet ik eruit. Laat even weten in de reactie wat jullie moment was van vroeger. Al wil je het niet vertellen, hoeft niet per se. Maar als je hebt jij een leuk verhaal ervan, laat even weten in de reactie. Ben ik wel benieuwd naar wat jouw tijd was van vroeger. Of je het kan delen op deze reacties of niet. Laat even weten. Ik ben wel benieuwd naar wat jullie reacties zijn, wat jullie verhalen van zijn. En alweer het vertellen in ieder geval ook. Je hoeft niet, mag. Maar alweer het over kwijt, mag het hier beneden in de reactie. Dan ga ik nu even lekker weer relaxen achter de computer. En dan lekker muziekje luisteren. Het is al lang 12 uur geweest. Ik zit de hele tijd al de hele dag naar YouTube te kijken. En zo gekeken, Gio gekeken, ben ik nu weer nog mee bezig. Maar ik ga nu lekker nu een bedje in. Ga ik lekker verder kijken. En daarna lekker mijn bedje in. Want anders wordt alleen maar later. Dus ga nu lekker een bedje in. Anders wordt alleen maar later, wat ik al zei. Ik ben benieuwd hoe laat ik wakker geworden. Ik denk best wel laat. Misschien ook niet. Ik zie het wel. En nu maar lekker wakker. Lekker mijn bedje in en lekker slapen. Dus wat ik echt tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo even blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers. Goed nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Bezig nu het tweede bakje te zetten. En dadelijk klaarmaken om dit op te ruimen.